Mag ik jou er even op attenderen dat je te laat bent? We moeten weg. De Vinces doet Nederlands. Wij gaan naar Giethoorn. Giethoorn? Giethoorn, ja. Nee, wij gaan niet naar Giethoorn. Wat bedoel je, wij gaan niet naar Giethoorn? Nou, wij gaan niet naar Giethoorn. Ja. Dat is toch uit die tombola gekomen? En die tombola is een leuk idee. Maar als jij het een beetje loopt voor godverdomme door de draak ermee te steken en dorpen erin te doen terwijl het gewoon geen steden zijn. Ja, flikker op man. Je wil die tombola gemanipuleerd dat de enige optie die je kon trekken was die Giethoorn. Je hebt Giethoorn bewust eruit laten trekken. Je hebt de rest weggegooid. Dat was Els. Het staat op beeld. Els trok de tombola en die deed dat gewoon geheel eerlijk. En ja, dat zij Giethoorn eruit trekt, ja, dat kan ik verder hebben. Maar ik ga natuurlijk niet meer Giethoorn. Dus in het belang van het programma, dacht ik bij mezelf, daar gaan we niet zitten. Ja, dit gewoon kan niet, Vincent. Die hele tombola heb je verrampeneerd en... Verrampeneerd? Ja. Ik heb de tombola verrampeneerd? Ja. Jij hebt ervoor gezorgd dat alleen de optie Giethoorn in die cholera tombola zat. Welke mongool gooit er dan Giethoorn? Allemaal kutdorpen, het zijn gewoon, ik moet steden. Nee, er zaten 20 steden zaten er in dat envelopje en je hebt er 19 uitgegooid. Giethoorn is een stad. Nou, kijk nog maar eens even terug naar die beelden. Ben ik nou de Mongool? Ja, serieus, je kan mij gaan lopen betichten van oplichterij, maar volgens mij ben jij degene die Giethoorn erin hebt gestopt, of niet? Ja, met 19 andere steden. Ja, Giethoorn is geen stad. Waar gaan we dan wel heen? Zwolle. Wat? Ja, verrassing. En dat brengt mij ook op het volgende punt. Ik denk dat die tombola eerlijker moet. Want volgens mij gaat het niet helemaal eerlijk. Ja, ik heb er sprakeloos mee. Welkom bij alweer een aflevering van Vincent's Doet Nederland. Maar vind je die leuk? Zwolle is toch leuk? What the fuck moeten we in Zwolle? Ja, maar dat is juist het leuke eraan. Ik heb me ook niet ingelezen op Zwolle. Wat weet jij over Zwolle dan? Ja, geen reet. En dat is het leuke. We gaan gewoon blanco erin. Wat ik geleerd heb in de afgelopen 43 jaar is dat als je gewoon op de Bonnefoy ergens naartoe gaat, gewoon, we zien wel wat er gebeurt. Dan zeg ik gewoon, we zien het wel. En dan zeg ik gewoon, we kijken wel en we gaan erheen en we zien het wel. En dan vraag ik gewoon aan de mensen, wat de fuck moet ik eens op koffie drinken om op krachten te komen. Godverdomme, geen eens een koekje bij de koffie. Nooit koffie halen bij dit in Harderwijk. What the fuck, man. In Zwolle nou. Let's dompel in to the magic of the Zwolle. I think it's handy if we ask people what we do here. Can I ask you a question? Can I ask you? Oh, yeah, the church. It's a very old church, but it's not a church anymore. It's a book. It's typical Zwolle. A very long line for the cheese experience store. Zwolle. To you? Yes. Yes. We are in Zwolle now. Z City. Is this relaxed or do you think not so relaxed? You are in my personal. We have lunch. Yes, I'm a little hungry. Are you hungry? You hungry? Typical Zwolle lunch. Anything you want here, and also like sabalat. Shop? Yeah, like your umbrella. Yeah, under the umbrella. I have no idea where it is. That doesn't help me a lot, lady. Maybe there. I have no idea. Where do I get a typical Zwolle lunch? There is something special from Zwolle. I don't know what it is, but you have to look yourself. Yes? Yes? Yes. So, shall I do it like this? Yeah, do like that. Or this. What you want? What feels in front of the bookstore now, and we go inside. You come with me. Let's go. It's a very beautiful church. And a bookstore too. And I don't know what more I can say. What is typisch Zwolle? Waar kom je vandaan dan? Bierden. Bierden? Ja. Wat is dat? En dorp bij Almelo. Waarom zijn jullie hier dan? Nagels. Nagels? Ja. Wat te zien dan? Typisch Zwolse nagels. Ja. You always have something in your program about culture and yes. Architecture. Yes. Architect. Architecture. Architecture. We have a very special ornament here. Yes, what does it represent? It represents the vulva
of a gigantic giant, which is toevallig, hoe zeg je dat in Engels? In de Engels? By coincidence. By coincidence is the fountain of the biggest couture in the world. Wow. Yes, yes. That's quite something. The biggest cunt. No, cunt whore. Cunt whore. Of couture. Can I speak now? Yes. I'm sorry for the Dutch and the English viewers who doesn't get all of the language, but that moet jij lekker weten. Zwolse delicatessen. Zwolse balletjes. Ja, Zwolse balletjeshuis. Balletjes? Balletjes, Zwolse balletjes. Hartballetjes. Nee, snoepjes. How can you miss it? Kom. Okay, dit is typisch Zwolse. Dit is immaterieel erfgoed van Zwolse. Ja, gelukkig. Balletjes, balletjes zijn alleen maar dit. Ja. De allereerste waren dit. Heel hard. Hè? Vroeger was het snoep altijd heel hard, want het was hartstikke duur. En die zwarte is zelfs rietsuiker. Hartstikke duur. Ja, die werden echt gebruikt. Ja, dat is de mokka. Oh. Kijk, een klein beetje het Haagse hokje. Alleen waren er eerder zonze balletjes dan Haagse hokjes. Hoor je dat? Haagse hokje. Ja, heel gespierde arm. Want die doet niks anders dan wat kneden, trekken, duwen. Heb je ook wel eens af en toe dat je denkt van, oh, wat een mooie man. Ik ben met er eentje. Ja, ik zou mezelf op een keer pikeren. Here we stand with the famous sculpture of the Zwolse gespierde man. And if you come closer and look at me, you see that you can, he has very large ball sack with the penis and he stands a little bit like this. He stands like, oh, for fuck's sake, why am I standing here on an empty square here in Zwolle? What the fuck am I doing here? And that's exactly what I'm thinking right about now. If I may. No, again. It brings luck. Very close. It brings luck. Very close. Lick the ball sack. So if you want to lick his ball sack. It's a vlog. Hello. It's a vlog. Yes, hello. Do you know where is the place? It's a good place to shop. Yeah, there are a lot of stores. Yeah. But shopping is the essence of life. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Then fuck off. Yeah. Fuck off. Thank you. Thank fuck you. Off. Hello. Where can I get typical Zwolse lunch? Typical Zwolse at Fritus frietwinkel Bacchus. What is that typical Zwolse then? Yes. It's like a bitterball or can I taste? Yeah, you can I taste. Can I taste? Vincent was het toch? Ja man. Mag zo'n filmpje met u opnemen voor een social? Hey Hugo, dit is de kerel van Bloemkool. Die Vincent. Mijn TikTok account? Ja. www.bloemkool.nl. Dus. Guy with the nice bitterballen, he says you have to have a lunch at Grand Café de Wijnhuis for a typical Zwolse lunch. First we need to do the cheers. Cheers. For the tombola, there are still several states left. Make it a little bit reliable this time. I think this one. Flevoland. 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 But I think that's a very good... It's close by. Not to do that. Can you give me the tombola one more time? But it's close by. We go Flevoland. We have a typical Zwolse lunch here. With the ham on the bread and with some cheese on it. And now I'm gonna just... I'm gonna... Eat it. I'm gonna eat it and then I'm gonna judge if this is typical Zwolse. Yes. Even though I'm not from Seoul. There's plenty of holes here. You see the layers. Each layer represents afgezant. Disciple? Disciple of the house of Zwolle. And now Koen is gonna prepare the tombola for the Flevoland. Biddinghuizen. No. Zwifterpand. No. Emmerloord. Arkenesse. No. And Zeewolde, we're not gonna do that. And Urk also not. So there are only four. Five. No. Dronten. Dronten. Gaan trekken.
Wij gaan trekken, man. Wat een hoeken. Wat gesmaakt? Jee, is dat. Oh, ja, sorry. Ja, lekker. Nee, dan beter Almere. Ja? Ja. Overnieuw. Opnieuw. Het is Almere geworden. Nee, ik kan gewoon opnieuw. Dat is belangrijk. Het woord. Wat wordt het? Almere. Almere. What the fuck moet ik daar weer geheel eerlijk? Uiteraard. Anders hoef je geen trom te laten. Nee. Dan kan je net zo goed zeggen van nou ik ga daarheen. We hebben net geluncht. Dat is lekker. We gaan nou... Ja, wat gaan we doen? Blijkbaar een kerktoren in. We're in the church again. Close the door. Wat is het gaan van die other side? Oh, is the other side? Yes. Nou, ik heb een klein dingetje. Ja, dat ga je. Kijk dan. 3, 2, 1. Wow. Jezus. Tering, hè. Als het zo enorm grauw wordt als ik het woord zwol hoor. Dat is zwaar. Loop maar. Loop maar goed in de microfoon. Ja, het is waanzinnig. Jeetje. Welkom in de kerk. Een knustig zootje voor kerk. Jezus. Moet je eens kijken. Ik zal met jullie een rondje lopen. Hallo. En hier... Michael Zaarsengel. En wat lijkt alles toch nietig, hè, als je dan... bovenop zo'n kerktoren staat. Hallo. Koen zegt het wel weer mooi. Wie kan nou zeggen... dat je de top van de kerktoren hebt aangetikt. Ja, wij dus. En jullie ook bij Vincent's Doet Nederlands. En kijk hier eens even nog één rondje Zwolle. Nou, dat was kik, hè? Het wordt met de aflevering beter, hè? Hier bij Vincent's Doet Nederlands. Ja, beter. Kijk. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Nou. Vakantie Vincent. Ja. Daar staan we dan. Herman, de legend of all legends? Herman Brood. En als je ergens respect voor moet hebben, dan is het wel Herman. Want hij komt uit Zwolle. Van het Hilton, zo naar beneden. Ja, maar de Sassepoort. En wat dat is, ik heb echt geen idee. Van boven naar beneden zie je een hele hoop stenen op elkaar gestapeld. Aan die kant. En van die kant heb je in principe een beetje hetzelfde verhaal. Ik kan ook van beneden naar boven. Ik denk dat ze van beneden naar boven zijn gestapeld. Nergens aan denken, even maar stoppen. Om bij te denken, flitsende lampen. Een motor die draait, toch waar zit je aan je hoofd die kraakt. Dit is dus een van de bekendste neuksteegjes van Zwolle. De neuksteeg. Zo weer maar eens even weer met de neus op de feiten gedrukt. Hè? Uit de heilige evangelie. Daar zou je hebben. Evangelie. Erik van Gelie. Heel graag met jullie nog even over wilde hebben. Nu we hier toch zijn. Wel heel indrukwekkend hoor. Ik ben helemaal onthutst. Onthutst. Eigenlijk gaat deze serie helemaal nergens zo. Nee. Nou Vincent. Ja. En we gaan nu deze stad benoemen. En de eerste punt is gastvrijheid, kennis en enthousiasme over eigen stad. Ik zou een dikke plus geven. Dikke plus. De gastvrijheid is dikke plus. Ja. Joie de vivre. Nou, dat kunnen we daarover zeggen. Nou, die is er. Die is er. Aanwezig. Waardigheid van dingen te bezien. De waardigheid van dingen te bezien. Ook een plus. Is een dikke plus. En een prima. Zeker. En dan gelijk... Dikke plus en een prima. En de geschiedenis, die ik even niet voor me kon halen van Zwolle. De geschiedenis van Zwolle... Is toch wel heftig. Dat hebben ze verteld in de kerk. Ja. En dat was... Ja, er is geschiedenis. Hier zijn we dan. En daarom zit ik in de wijnsuiker. Ja. Ter ere van hun. Algemene indruk. Maar dat is ja, ik denk er maar door, hè. Algemene indruk.
algemene indruk? Is het Nijmegen waardig? Waarom? Ik denk dat je lekker moet emigreren naar Nijmegen. Nou ja, we hebben nog één punt natuurlijk wat we nog moeten beoordelen. Niet onbelangrijk. Lekkere wijven. Heeft Zwolle lekkere wijven? Jawel. Algemene conclusie die we dan hieruit kunnen opmaken. Ik bedoel, er heeft nog niemand zich opgeworpen om mij even te pijpen of zo. Nee, en dat was natuurlijk in Gouda, Nijmegen, Breda en Middelburg een ander verhaal. Goed. Resumé. Ja. Waar kunnen we Zwolle plaatsen in het rijtje van Middelburg, Breda, Nijmegen en Gouda? Ja, ongeveer. Is dat boven Nijmegen, onder Nijmegen, boven Breda, onder Breda? Wie staat dan waar? Wie staat dan waar? Wie staat er op plek 5? Wat is de minste van de 5? Ik wil niet zo leef ik niet. Ik wil niet zo leven. Hij heeft een eigen... Charme. Zwolle is gewoon leuk. Ik voel me hier niet thuis. Sowieso nee. Voel ik me hier op aarde niet thuis. Nee. Ik dacht dat ik gewoon een hele simpele vraag stelde hier. Ik denk dat ik nu op 3 verschillende manieren heb gesteld. Waar ik nog geen concreet antwoord op heb gekregen. Maar wat vroeg je dan eigenlijk? Welke stad is voor jou tot nu toe... Oké. Die het beste... Een winnaar. En dit is als geen ik... winnaar. Nee, en Middelburg ook niet. Nee. En Breda ook niet. Nee. En Gouda? Nee. Dus tot nu toe? Ja. Nijmegen. Dus het duurt 10 minuten, het duurt 10 tot 12 minuten om dit uit jouw spoel te krijgen. Zwollibut. Heb je nog iets te melden over Zwolle? Ik dacht, ja, ik weet het niet. Ik draag Zwolle natuurlijk altijd een warm hart toe. Kom je hier nog ooit terug? Vanwege mijn roots. Zoals je weet is mijn vader gewoon Haagenees. Ja. Mijn oma kwam uit Friesland. Ja. Mijn andere opa was waarschijnlijk Canadees. Mm-hmm. Een aangewakkerde piraat of zo. Wat heeft dat met Zwolle te maken? Weet ik niet. Sluit hiermee af, vakantie Vincent. Okay. Bedankt voor je... Waar kennen we elkaar van? Ik weet het niet. Van onder de paraplu. Onder de paraplu. Onder de paraplu. Dun, dun, dun. Alsjeblieft, mag ik een foto maken met je? Ik rennen. Je is een broccoli. Mag ik dan ook een foto maken van jou? Ik snap het. Ik vind het wel gezellig hoor, in Zwolle. Maar waar moet ik nou nog heen in Zwolle? Naar heel ver weg. Daar begon dit hele kutverhaal mee. Enschede. Nou, hebben jullie mij... Nee, we zitten hiernaast. Godverdomme, ik heb me gedoneerd, kapot gedoneerd hier in Zwolle. Motherfuckers. Oké, hij heeft getekend. Okay. Wie pakt... Mag ik high five? Ja, man. Ja, dankjewel. Saturday night. Mooi man. De fundatie, ik vind het wel een mooie plek om af te sluiten in Zwolle. Jongens, het was hartstikke gezellig. Ik vond het leuk en gezellig. Ik vond het jongens een hartstikke. Ik vond het. Wat vond ik het eigenlijk niet? Ik vond het gewoon Zwolle. Hallo.